Ach, lekker landelijk wonen. Als de temperatuur wat kouder wordt, dan gaat de kachel automatisch aan. Als het donker wordt, dan gaan de lichten automatisch aan. En dat allemaal kan met allemaal speciale componenten. Dus niet gewoon weerstanden, nee, iets aparts. Daar gaan we naar kijken. En we gaan eerst even kijken naar die temperatuur. Hoe kun je in de gaten houden dat de temperatuur een beetje op peil is? Nou, je hebt thuis vast wel een thermostaat of een buitenthermometer of misschien een thermometer om te kijken of je griep of koorts hebt. Al die soort zaken die maken gebruik van een speciaal soort weerstand. Kijk, dit is niks speciaals natuurlijk, hè? Een normale weerstand die kun je gewoon berekenen. R is U gedeeld door I, 6 gedeeld door, let op, hè, in amperes 0,06 en je komt op 100 ohm. Maar wat gebeurt er nou als ik die weerstand ga verwarmen? De temperatuur gaat omhoog. Dan zul je zien dat de stroomsterkte naar beneden gaat. En als de stroomsterkte naar beneden gaat, dan zal de weerstand dus zijn toegenomen. Kun je ook uitrekenen natuurlijk. Ja, ook hier weer 6 gedeeld door 0,02 en dan kom je op 300 ohm. Dus de weerstand gaat omhoog als de temperatuur omhoog gaat. We noemen dit gedrag een positieve temperatuurscoëfficiënt. Positief, omdat als de temperatuur omhoog gaat, gaat ook de weerstand omhoog. Het gaat tegelijk. En vrijwel alle metalen zijn PTC. Er is één uitzondering en dat is constantaan. Naam zegt het trouwens al, he, constant. Dat metaal, daar heeft de temperatuur een redelijk constante waarde, ongeacht wat de temperatuur is. Ja. Zijn er ook andere materialen? Jawel, denk bijvoorbeeld aan silicium of germanium. Die metalen die hebben juist het omgekeerde. Als er een hoge temperatuur is, dan is er juist een lagere weerstand. En we noemen dat negatieve temperatuurscoëfficiënt. Negatief, want als de temperatuur omhoog gaat, gaat de weerstand juist de andere kant op, naar beneden toe. Dus tegengesteld negatief. Het zijn niet normale metalen, hoor, silicium, germanium. We noemen het halfgeleiders, hè, wat heel veel in de elektronica gebruik van gemaakt. En een NTC, ja, die wordt het meest ook gebruikt, dus met het germanium of silicium. En dit is het symbool van NTC. Ja, het symbool is in feite gewoon een weerstand, alleen dan een streepje erheen met een minteken. En een minteken, dat zegt dus dat het een NTC is. Hè, zou het een PTC zijn geweest, dan was hier een plus geweest. Nou, hier kun je mee gaan meten. Ja, even een tabelletje, temperatuur en je meet de weerstand iedere keer. En dan krijg je bijvoorbeeld zoiets. En dan maak je een zogenaamd eikdiagram voor. Ja, dus bij een NTC heb je zo'n diagram. En met zo'n diagram kun je heel eenvoudig de temperatuur bepalen. Want je meet de weerstand van die NTC. Nou, stel je voor, je meet de weerstand en die is 600. Nou, dan kijk je in de grafiek bij 600. En dan kun je dus daaruit afleiden dat het een ongeveer, nou, pak een beet, min 5 graden, min 3 graden is. Op deze manier kun je dus heel eenvoudig de weerstand gebruiken als een temperatuurmeter. Een ander iets is, kijk, hier heb je het licht. Hè? Als het donker werd, ging het licht aan. Nou, hè, je hebt vast zo'n ding ook wel eens buiten gezien. Zoiets. Je hebt trouwens ook gloeilampen waar het al ingebouwd is. En dit soort zaken, die maken gebruik van een weerstand die gevoelig is voor licht. Nou, nu 500 ohm, maar als het op een schenen, dan daalt de weerstand. Noemen we dit een lichtgevoelige weerstand, of in het Engels een LDR, Light Dependent Resistor. Nu had je bij de temperatuursgevoelige weerstanden twee verschillende soorten, PTC en NTC. Dat is hier niet het geval. Een LDR heeft maar één smaak. En dat is, als er meer licht is, dan krijg je minder weerstand. Het symbool, kijk, zoiets, ja, zo ziet een LDR eruit, maar het symbool is of deze, ja, een weerstand waar licht op wordt geschenen, of dit, eigenlijk hetzelfde, alleen hier zit een
kogeltje omheen betekent dat deze hier niet gevoelig is voor omgevingslicht. Je moet dus echt specifiek met een externe lichtbron erop schijnen. Maar verreweg de meeste gevallen zul je dit als symbool tegenkomen als een LDR. Kijk, een stopcontact. Spanning is, weet je het, 230 volt. Ja. En zijn stopcontact, we kijken eventjes van voren, die heeft natuurlijk ook een plus en min. Althans, het zijn twee gaten, dus de een zou wel plus wezen en dat is min, net met een batterij. Alleen, van belang is dat bij zijn stopcontact het een wisselspanning is. Dat betekent dat de plus en min zo nu en dan omwisselen. Nou, zo nu en dan, het omwisselen gebeurt redelijk snel. In 0,02 seconden gaat het heen en weer. Dus per seconde 50 keer. Dat is dus redelijk vlot. En dat zie je ook wel eens op etiketten staan. Kijk, hier ja, zie je dus, dit is trouwens nog een oud etiket, hè, 220 volt. Dat was vroeger zo, is nu 230 volt. Maar goed, maar je ziet hier ook dus inderdaad 50 hertz. Hè, en dat slaat dus op hoe vaak het per seconde wisselt tussen plus en min. Maar dat wisselen van de spanning, ja, hier zie je het in een grafiekje, mooi op en neer. Dat is soms niet handig, want stel je niet voor, je wilt je batterij opladen. Zo'n batterij die heeft echt een plus en een min en die wisselen niet. Dus die wil niet dat die constant wisselt. Nou, dan maak je gebruik dus van zo'n adapter. En als je die bekijkt, een beetje groter zo, dan zie je dus dat de input wat ingaat is dus tussen de 100 en 240 volt. Dus die 230 volt past mooi. En die heeft inderdaad 50 60 hertz als wisselspanning. En output eruit 5 volt. En zie je dus inderdaad zo'n is-tekentje. Ja, een is-teken betekent de gelijkspanning. Oftewel, hij maakt van de wisselspanning, maakt hij een gelijkspanning. En hoe doet hij dat? Dat doet hij met dit component. Dit wordt een diode genoemd. En wat is een eigenschap van een diode? Dat is dat hij de stroom zo wel doorlaat, laat de stroom op die manier niet door. Ja, dit is natuurlijk het symbool voor een diode. Een diode, het echt, ziet er zo uit. En het is dus in feite een ventiel. Ja, net zoals de lucht maar door één kant door het ventiel gaat, gaat hier de stroom door één kant. Oftewel, de ene kant heeft ontzettend lage weerstand, de stroom gaat er ongehinderd doorheen. En de andere kant heeft ontzettend hoge weerstand. Dan krijg je dus ontzettend moeilijk om er doorheen te gaan. En dat wordt gebruikt als je een batterij wilt opladen met een wisselspanning. Want dan sluit je de batterij erop aan met een diode erin. Dat betekent dus dat die wisselspanning, ja, dat die maar voor de helft wordt doorgegeven, ja, maar dan wel de goede helft. Ja, en daar kan een batterij wat mee. Het is natuurlijk een beetje sneu dat je de helft van die spanning kwijt bent. Ja, een beetje energieverspilling. Dat kan gelukkig ook anders. Ja, dan gebruik je niet één diode, maar je gebruikt vier. En die schakel je op deze manier bij elkaar. We noemen dit een zogenaamde brugschakeling. De batterij die wordt op die manier aangesloten. En de wisselspanning die komt op de andere twee aansluitpunten. En hoe gaat de stroom nu lopen? Nou, we zetten even plus en min vast. Ja, op die manier. En dan gaat natuurlijk een stroom lopen van plus en die gaat straks naar min toe. Hoe loopt die dan? Nou, allereerst gaat hij die kant op natuurlijk. Dan komt hij op dit knooppunt terecht. En hier kan hij niet daar langs. Want ja, die diode die staat daar verkeerd. Dus hij moet daar wel langs. Ja, dus hij gaat zo door de diode heen. En hetzelfde hier, ja, als hij hier is, kan hij niet zo hup, rechtstreeks daarheen. Want ja, deze diode staat in sperrichting, dus hij gaat daar omhoog. En hij gaat dus door de batterij heen, keurig van plus naar min. En dan staat hij hier, ja, dan kun je zeggen van, hé, hij kan die kant op en hij kan die kant op. Maar ja, hij gaat natuurlijk wel naar min toe. Dus hij gaat langs die kant naar de min toe, oftewel hij gaat zo door de diode heen en dan gaat hij tenslotte naar de minpool toe. Kortom, ja,
Kijk, op die manier doorloopt hij het traject. Ja, en zo gaat hij dus constant door. Altijd, de batterij gaat van plus naar min. Maar je kunt het ook net andersom hebben. Dat je dus de min boven hebt en een plus onder. Hoe loopt de stroom dan? Nou, nog steeds op plus en min. En dan kon je eigenlijk dus dat hij eerst hier is. En ook hier, hij kan niet die kant op. Dus hij moet die kant wel op. En dan zie je automatisch wat er hier gebeurt. Ja, hij kan niet daarheen. Dus de stroom gaat door de diode omhoog. En dan gaat hij dus daar weer die kant op. Oftewel, hij doorloopt de batterij op dezelfde manier als zo net. En als je dan hier is, ja, ook hier weer, ja, hij wil natuurlijk wel naar de minkant toe. En dan is dit niet de juiste richting. Nee, dan ga je dus die kant op en dan naar de min toe. Oftewel, gaat het door de diode heen en dan weer naar de min toe. En dat betekent dus dat hier, ja, dezelfde richting wordt doorlopen, althans door de batterij. Dus de batterij die krijgt iedere keer, ja, dezelfde richting voor zijn kiezen. Oftewel, die wisselspanning die hier op en neer gaat, ja, gaat hier misschien ook wel op en neer, maar hij blijft altijd positief. Dus ik maak gebruik van alle spanning die beschikbaar is en ik heb dus geen energieverlies. Je hebt trouwens nog wel natuurlijk een, ja, dat iedere keer wel naar nul toe gaat, dat is op zich ook niet plezierig. Ook daar is iets voor te vinden. Ja. Als je dus zo'n wisselspanning hebt, dan maakt men gebruik van een zogenaamde condensator. Ja, die wordt gebruikt om die hobbeltjes een beetje af te vlakken. Wat is een condensator? Een condensator is eigenlijk een supersnelle oplaadbare batterij. En die supersnelle oplaadbare batterij, die zet ik dan over de andere batterij heen. Wat er dan gebeurt is, nou, allereerst, ja, wordt de spanning gaat omhoog en die condensator die wordt dan opgeladen. Ja, die heeft zo weinig tijd nodig, die is in deze tijd, in deze hele korte tijd, is de condensator compleet opgeladen. En als dan de spanning zou gaan dalen, ja, op deze manier, dan zorgt de batterij, de condensator ervoor, dat die spanningsdaling, ja, hij is er wel, maar hij wordt wel tegengehouden door de condensator. Dus die spanning die daalt wel, maar veel minder snel, omdat er een extra batterij nu in feite is. En voordat je het weet, is het tweede bubbeltje er al en dan gaat hij weer omhoog. En weer naar beneden toe natuurlijk, maar de condensator wordt iedere keer bijgeladen. Dus die condensator zorgt ervoor, ja, dat de spanning zogenaamd afgevlakt wordt. Ja, dus de wisselspanning die ik hier heb, ja, op en neer, plus en min, die wordt dan dus een, ja, het is een rimpelspanning in feite, hè? Maar dit kun je dus, als je maar een goede condensator gebruikt, kan dit praktisch vlak worden gemaakt. En dan heb je dus weer een mooie speciale component erbij. Nog een gloeilamp? Nou, nee, geen gloeilamp, hè. Die zijn er eigenlijk niet meer. Nee, dit is een lamp en die bevat geen gloeidraad. Kijk hier nog zo heen, een spotje. Maar die bevat allemaal van dit soort dingen. Ja, je kunt verschillende kleuren hebben. En wat is dit? Dit is in feite een combi. Een combi van een diode en lamp. Als je die twee nu samenvoegt, kijk op die manier, dan ontstaat er een LED. En LED staat voor Light Emitted Diode. Een lichtgevende diode. En een lichtgevende diode, een LED, die geeft licht als hij stroom doorlaat. En dat is dus in dit geval hier van daar naar daar. Ja, want op die manier laat hij de stroom niet door. Ja, dus in één richting gaat de stroom doorheen en dan zal een LED licht geven. En het licht geeft die zonder noemenswaardige warmte erbij. Ja, vergeleken met een gloeilamp is de warmte echt verwaarloosbaar. En juist omdat hij zo weinig warmte geeft, zal je dus alle energie gebruiken voor licht. En zal hij ook veel langer meegaan dan een gewone gloeilamp. En, nou, kijk, dit is het symbool voor een LED. Ja, een diode met streepjes ervan af en zo ziet hij er in het echt uit. En dan zie je dus dat die twee pootjes verschillende lengtes hebben. Waarom heeft men dat gedaan? Nou kijk, zo'n LED, daar zit in feite natuurlijk gewoon een diode in. En die kun je in feite maar op één manier aansluiten, althans als je wilt dat hij licht geeft.
En de lange poot zit dan aan de pluskant van de diode. En dan kun je hem goed aansluiten, bijvoorbeeld in een achterlicht, bijvoorbeeld van een auto. LEDs worden veel vaker gebruikt tegenwoordig en het zal nog steeds veel vaker gebruikt worden. Een koelkast, zoals je eruit hoort te zien. Maar dit is een koelkast en ja, die is een beetje beschadigd. Hoe komt dit? Nou, stel je voor je hebt een koelkast, die sluit je aan natuurlijk op de 230 volt. En als alles goed gaat, gaat er een stroompje heen, een stroompje terug en alles gaat zoals het hoort. Echter, er kan natuurlijk wezen dat in die pomp er een kortsluiting ontstaat. De stroom gaat niet meer door de pomp heen, maar hij gaat eigenlijk rechtstreeks weer terug naar het stopcontact. En dat betekent dat de stroom ontzettend grote waardes aanneemt. En een grote stroom betekent grote warmteontwikkeling. Oftewel, door de kortsluiting krijg je dus een gevaarlijke situatie. Dit is te voorkomen, weer met een speciaal component om zo te zeggen. En dat gebeurt met behulp van een zekering. Ja, dat is een zekering. En als je die eventjes bekijkt, dan zie je dat een zekering in feite gewoon maar een klein dun draadje is in zo'n bolletje. Wat gebeurt er nou als er kortsluiting ontstaat? Dan zal natuurlijk de stroom weer sterk toenemen. Echter, je ziet wat er gebeurt. De stroom schakelt zichzelf in feite uit, doordat hij dat kleine draadje in de zekering doorbrandt. En dus is de kortsluiting opgeheven en de zaak blijft veilig. Zekering voorkomt dus de gevolgen van een kortsluiting. In huis heb je ook van die zekeringen. We noemen dat dan meestal stoppen. Ja. En daarvoor heb je de stoppenkast. Ja. In dit kastje, daar zitten dus zekeringen en die worden normaal stoppen genoemd. Meestal hebben die ongeveer dat ze beschermen tegen 16 ampère. Hoe werkt dat? Nou, je krijgt natuurlijk van buitenaf een stroomkabel van de elektriciteitscentrale en die voert dus de elektriciteit aan. En in die stoppenkast wordt de elektriciteit, die draad wordt gesplitst. Eén deel gaat naar de woonkamer, één deel naar de garage, één deel naar de slaapkamer en bijvoorbeeld één deel naar de keuken. En ieder stukje heeft een eigen stop, een eigen zekering. Dus de woonkamer, die kan maximaal 16 ampère hebben, de garage maximaal 16 ampère, etcetera, etcetera. In één zo'n stukje, stel je voor de keuken, daar wordt natuurlijk ook weer gesplitst. In de keuken heb je bijvoorbeeld een inductieplaat. Heeft een behoorlijk vermogen nodig en als je die aanzet heb je gauw 10 ampère wel nodig, maar dat kan. Ja, maar behalve een inductieplaat heb je ook bijvoorbeeld een vaatwasser, ook weer 5 ampère. En als je die twee dingen aandoet en je gaat bijvoorbeeld ook nog eventjes een potje thee zetten, één waterkoker aan, dan heb je 17 ampère, te veel voor de stop. En dan zal dus de stop doorslaan, oftewel de zekering brandt door. Je hebt tegenwoordig gelukkig ook elektronische zekeringen. Dat is zoiets bijvoorbeeld. En dat betekent als je hier in de stoppenkast kijkt, dat zijn deze dingen. En als de stop doorslaat, dan zal die huppakee omhoog gaan. En als je hem weer naar beneden doet, dan is de stop weer heel. Moet je natuurlijk wel, voordat je hem naar beneden doet, een van deze drie dingen uitzetten, want anders blijf je natuurlijk een te grote stroomsterkte houden en dan zal de stop dus blijven doorslaan. Misschien als je een hele oude stoppenkast hebt, dan heb je stoppen die er zo uitzien. En dit is in feite zo'n ouderwetse stop met een heel klein draadje doorheen en daar zal je dus inderdaad echt doorbranden en dan moet je hem echt vervangen. Maar wat ik zeg, de meeste woningen hebben tegenwoordig van die elektronische stoppen en dat is een stuk makkelijker. Maar behalve een stop, een zekering, heb je nog iets anders. Namelijk, je hebt namelijk van de elektriciteitscentrale, die zal dus een bepaalde stroom naar het huis toe gaan. En die stroom die gaat naar de woonkamer, naar de keuken, maar het is een stroomkring. Oftewel, alle stroom die van buiten naar je huis toe gaat, gaat natuurlijk ook weer terug.
En die twee, die moeten exact precies gelijk wezen. En dat wordt gecheckt met dit soort dingen. Ja, een aardrekschakelaar zie je. Ja, en we zullen zo meteen ook zien van waarom de aardrekschakelaar heet. Ja, dit is ook weer zo'n aardrekschakelaar. En die zul je ook bij de stoppenkast kunnen vinden. Ja, hoe werkt dat? Nou, stel je voor, ja, dit is zo'n aardrekschakelaar. En die gaat bijvoorbeeld, dit is hier een wasmachine of zoiets. En in een wasmachine, ja, heb je dat er een klein beetje verbinding is tussen de binnenkomende stroomdraad en het omhulsel. Nou, hè, het zit mooi op rubberen pootjes, dus dat maakt niets uit. En dus in dit geval zal het nog steeds zo zijn dat de stroom heen, hè, stel je voor 1 ampère, is exact gelijk aan de stroom terug. 1 ampère. Maar, ja, iemand raakt de wasmachine aan. En dat betekent dus, ook al zal maar een heel klein beetje contact hebben, dat er een heel klein beetje stroom van het omhulsel, hoppakee, door het lichaam naar de aardelek gaat, naar de aarde toe gaat. Ja, want hij staat op de aarde. En je ziet, het is maar een heel klein beetje stroom, maar dat is niet plezierig voor je lichaam. En de spieren verkrampen. En ja, je hart is helaas ook een spier, dus die verkrampt ook. Niet gezond. Maar er gaat dus een klein beetje stroom naar beneden toe. En dat betekent dus, kijk hier, dat deze stroom niet meer exact gelijk is dan aan deze stroom. En dan zal de aardrijkschakelaar in werking treden. En die gaat dus binnen enkele milliseconden, stopt die de toevoer. En dat is dus een levensreddende situatie voor dit soort figuren. Zo, kijk, dit is ook iets speciaals. Een lekker bakje koffie. Want het is weer mooi geweest voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.